Ja, starten! Goedemorgen! Ja, of goedemiddag. Of een hele goede avond, want we weten nog steeds niet wanneer je zit te kijken. En ja, hartelijk welkom bij weer een gloednieuwe Match op TV, deel 141. Dat is Gert. En dat is Ron. Gert. Ron. Hoe was Blackpool? Blackpool. Oh. Wil je het echt weten? Nou ja, ik weet niet of het een uitzending wordt. Ja. Nee, Blackpool was fantastisch. Ja. En bijzonder genoten. Oh. Ja, mooie dingen gezien. Heel mooie dingen gezien. Wel, ja, ook wel veel trucs. Maar ja, ik vind bij de deals echt dermate druk dat je toch wel heel erg specifiek echt iets moet zoeken. Of ergens op uit zijn om een goede truc te vinden. Maar je kan je geld er zeker kwijt. Ja. Maar ook hele mooie shows gezien. Echt fantastische shows. Kan het iedereen aanraden. En zijn er toen veel goochelaars dingen. YouTube filmpjes kijken naar trucs. Jongens, in het echt is het zoveel mooier. Ja. Echt. Misschien moeten we volgend jaar een magicshop.nl busreis. Busreis? Oh, niet. Ja. Nou, dat zou kunnen. Nou, goed, die hou ik eventjes, die parkeer ik eventjes. Want dat heb ik mezelf weer heel veel... Maar ik ben er volgend jaar weer bij. Ja. Ik had zelf wegens carnaval andere verplichtingen. Ja. Maar ik ben er denk ik volgend jaar ook wel weer bij. Want het is toch wel leuk. Ik heb ook wel, ik heb jou onder andere gevraagd van, joh, kijk eventjes naar mijn trucjes. Ik heb nog twee andere jongens die ik heel goed ken, heb ik gevraagd van, joh, kijk eventjes rond. En we hebben een paar hele gave dingen, ook al heb ik besteld. Onder andere de Coffee Break heette dat ding, geloof ik. Ja, klopt wel. Ja. Volgens mij, die had ik eigenlijk voor Blackpool zelfs al besteld. Dus, ja. Maar die jongens wilden nog niet afwachten. Ik heb een nieuwe van Châtelaine heb ik besteld. Ik weet niet of je die gezien hebt. Maar hij was er niet. Nee. Hij stond Michael er niet Châtelaine? Nee, hij was er niet. Ik heb hem niet gezien. Grappig, want ik heb wel... Ik heb hem echt gezocht ook. Ja, hij staat natuurlijk altijd op hetzelfde plaatje. Ja. Nee, hij was er niet. Dat is jammer. Er was één ding, dat heette Drop. Ja. Jij hebt die ook echt dat gekocht. Dat is de enige truc die ik gekocht heb. Ja, nou, die heb ik ook besteld. Dus die ga ik ook verwachten dat ik die wel ga krijgen. En weet je, alle trucs die op Blackpool gedaan zijn, de populaire trucs, die komen uiteindelijk echt wel in de winkels, hoor. Dus maak je geen zorgen als je niet op Blackpool geweest bent en je denkt, ik heb de toppers gemist. Nou, dat komt helemaal goed. Hou de site vooral eventjes in de gaten. Precies. En over goochelen gesproken, je zal wel helemaal zin hebben op de goochelen, want je hebt natuurlijk heel weinig goocheltrucs gezien. Ja. Wat? Goeiedag. Hebben we vandaag. Ja. In Magic Shop TV. Vier dingetjes. We hebben allereerst Middle Seat van Pinkguin Magic. Ja, Alvo Stockmans. Maar inderdaad, een ding van Penguin Magic. 52 Stunner. Ja. Vind ik zelf een heel leuk ding. Ga ik je straks even laten zien. Dit is Alpha 2 Omega. Van weet ik veel. Van wie? Stefan Tuckers. Zo. Ja. Doet die ook nog mee? Ja, die doet ook nog mee, hoor. Goeiedag. Ja. Die is al een poosje bezig. Heb ik ook niet gezien trouwens. Die staat er soms ook met de stand. Maar dat was er nu ook niet. Nee. En de Baffling Phones. Ja. Fantastisch. Heel apart. Precies. En deze is van de jongens van Big Blind Media. Ja. Die heb je wel gezien, denk ik. Ja, die jongens staan er wel. Ja, die staan er wel. Waar wil je mee starten? Jij mag het zeggen. Nou, ik ben nieuwsgierig naar die van Ik was daar wel een beetje bang van. Nou, die werkt. Die werkt? Met 8 speelkaarten. Okay. En even van tevoren, even heel duidelijk. Wij hebben niets afgesproken. Ik heb die truc al helemaal niet gezien. Ik heb geen idee. Nee, maar weet je, nou, sommige mensen zitten te kijken. Denken, ze hebben wat van tevoren besproken. Wij hebben niks afgesproken. Deze truc werkt namelijk met 4 tienen en 4 tienen. Okay. Alleen de ene zijn face-up en de andere zijn face-down. Ja. Dat is een beetje een verrassing. Ja. Het is, ik ga je straks wat meer over vertellen, maar ik ga eventjes één dingetje... dat doe ik onder tafel. Wil je niet spieken? Dus dan maak ik even een kleine voorspelling. Ik denk dat het zo wel gaat werken. Okay. 4 tienen. Harten, ruiten, klaver en schoppen. En als jij nou, en wat ik al zei, we hebben niks afgesproken, maar ik zal het ook echt achter mijn rug doen. Als jij nou één suit zou mogen noemen, welke zou dat zijn? Ik zou voor de klaver gaan. Waarom de klaver? Geen idee, ik wou geen harten, omdat ik geen harten wou zeggen.
Nou, dat maakt ook helemaal niks uit hoor. Het maakt niet zoveel uit. Ik denk dat het gelukt is. Dus namelijk, ik zei niet dat het een hele goede truc was. Ik zei alleen dat het een goocheltruc was. Ik heb namelijk achter mijn rug... Oh, ik heb een goocheltruc gedaan en ik heb een mentaal effect gedaan. Oh, oké. Okay. Hoe sterk zou het zijn als ik van deze kaart... Jij je hart wil die niet hebben. Maar dat ik één van die kaarten heb omgedraaid. Eén van die 10. Geweldig. Achter mijn rug heb ik één... Ik hoop dat het in beeld is. De klaver 10 omgedraaid. Ja. Ja. Is toch fantastische druk? Ja, absoluut. Oké, ik zie dat je niet helemaal onder de indruk bent. Misschien word je wel meer onder de indruk als ik zie dat ik hier die klaver 10 heb omgedraaid. Dus dat dat dan de enige kaart is, de kaart die jij noemde, die dan omgedraaid ligt. Dat zou misschien wel een iets betere zoek zijn. Het ziet er wel beter uit. Maar we gaan een klein stapje verder. Want die klaver 10 hier, die wrijf ik over mijn hand. Nou ja, over mijn mouw eigenlijk. En die verdwijnt. Dus die hier is er helemaal niet. Oh, en trouwens, dit was het rode stapeltje. Dat lijkt zo, maar eigenlijk had dit het blauwe stapeltje geweest. En dat betekent natuurlijk dat deze 10 eigenlijk ook uit het blauwe stapeltje is. Ja, zie je? Ook. En eigenlijk is dit ook gewoon echt een 10, hè? Het is niet zo'n dubbele index. Nee, 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 nee. En wat ik ook had moeten zeggen is, die rode kaarten, die zijn er helemaal niet. Dus dat jij precies die ene klaver 10 zei, ja, dat vind ik dan wel heel sterk. Hé, hey, ja. En alles is te controleren. Geinig, hè? Ja, dat is zeker geinig. Ja. Het is een beetje... je denkt in eerste instantie... Nou. Ik hou niet zo van achter de rug. Nee, ik ben daar niet van. Dat wou ik niet zeggen, maar... Ja. Maar is het een andere manier? Ja, maar ik denk dat juist de achter de rug methode... de mensen een klein beetje zeggen... Ja. Zeg maar, alsof je de boog even aanspant. Van, ja. Nou, dat vinden we helemaal niks. En dan span je denk ik de boog aan voor het tweede gedeelte van het effect. Dat is een beetje mijn idee. Het leuke is, het werkt echt serieus met deze kaarten. En hij is in principe... gereset. Ja. Dus stel dat ik nu naar de volgende tafel zou gaan, dan kan je weer opnieuw beginnen. Ja, ik vind het toch wel weer slim bedacht. Ja, ja. Want het werkt gewoon met 8 kaarten, klaar. Ja. Maar inderdaad, het, ja. Nou, het achter je rug gedeelte, nogmaals, dat doe je. Je moet maar eens op de site kijken, dan zie je de trailer van Craig Petty. Ja. Daar staat hij dat ook echt achter zijn rug te etteren als iemand dat doet. Ja. En dan doet hij gewoon expres, gewoon van... en dan is je klaar en nou, dat is goed hè. En dan zie je die vrouw ook van, nou ja, nou eigenlijk niet. Nee. En dat zegt hij ook, nee natuurlijk niet, ik doe alles achter mijn rug, dat is helemaal niet goed. En dan, ja, dus het is een soort beeld op, zeg maar. Ja. Dus kan het anders? Ja, ongetwijfeld. Ik denk als je met sleight of hand kun je denk ik wel, kan je het nog wat cleaner maken. Maar ik denk dat het niet nodig is. Nee, leuk. Ja. Nou, trucje. Goed. Pack het trucje als je leuk, als je van pack het trucjes Ik hou van pack het trucjes. 8 kaartjes. Ja, verkocht. Nou, mooi. Wat hebben we nog meer? Pakken. Het is een cadeautje. ja, nog maar. Want ik doe niet zoveel vandaag. Nee, jij vorige keer heel veel. Ja, want ik kreeg niks van je. Dus die 52 Stunner. Dan ja? Maar. Ja, ja, ja. Je wil eerst al onbekennen. Ja, die ken ik. Inmiddels heb ik je al. Ja. 52 Stunner. Ja. Nou, ik ga je dat eens eventjes proberen. Je bent natuurlijk heel benieuwd. Ja, absoluut. Je mag voor mij ergens stop zeggen. Goedemorgen, Ron. Goedemorgen. Oh, dat is heel mooi. Mag je deze? Ja, je hoeft maar even kijken. En dan laat ik hem ook eventjes aan de kijkers thuis zien. Ja. Nou, jouw kaart gaat ergens terug in het spel. We kunnen het spel nog een beetje schudden. Het heeft niks met de truc te maken. Maar nou is het de kunst natuurlijk als goochelaar dat ik jouw kaart ga terugsporen. Ja. Nee, dat is een heel interessante truc. Ja, dat wordt een avondvullend programma. Nou, dit zou wel eens kunnen zijn, denk ik. Maar ik twijfel een beetje. Dit zou... Oh, nee. Ja, ik denk dat ik hem toch al heb. Gert, welke kaart heb je gekozen? De harte vrouw. Als hier de harte vrouw ligt. Ja. Dan word je toch helemaal gek? Nou, niet echt. Hoezo niet? Nee. Nou, draai maar om. Laat maar even kijken. Ta-ta-da-da! Zie je? Een 52-1 kaart. Ja. Nou, hij staat erop, hè, die harte vrouw, trouwens. Oh, je moet je bril aan opzetten. Oh ja, maar dat is wel weer leuk. Wat is leuk? Je moet het even... Ja, die kaart, de harte vrouw is een beetje uitgeschoven. Zal ik het anders even laten zien? De
kunnen ze er goed dichtbij. Kijk, die harte vrouw, dat is de enige kaart in de spread, zeg maar, ja. die eruit zit. Ja. Ja. Dat, ik denk dat dat half van Leek al een heel leuk effect is. Ja, nou ja, dat is het. Ja. Maar we gaan een klein stapje verder. We gaan een klein stapje verder. Want jij mag nog een keertje kijken. En nogmaals, niet die harte vrouw die steekt er iets uit. Dus negeer die. En neem even één kaart van het kaartje in je hoofd. Maar even kijken, doe maar niet nog een keer een plaatje. Ja, iedereen? Dus. Ik weet eigenlijk niet, ja, in principe. Volgens mij is het 52-1. Dus ik denk dat ze er allemaal eigenlijk wel op hadden gestaan. Dus ik had ook kunnen zeggen van nee, nee. Hey, je hebt een kaart in je hoofd, hè? In je gedachten. In mijn gedachten wel, ja. En er is niemand nog die kaart weet? Nee. Was het een. Wacht hoor. Was het een rode kaart? Ja. Oké. Okay. Ben je een lage kaart? Laag, ja. Ja, goed. Ja. Dan moet ik even. Nee, serieus. Was het echt laag kaart? Ja, een laag kaart. Oké. Okay. Deze kaart heb jij niet gekozen, die heb jij niet gepakt. Die heb je in je hoofd gezet. Ja. Want die eerste truc is natuurlijk een beetje een flauwe truc met die 52-1. Maar die tweede truc, welke kaart heb je gekozen? Ruiter 3. Als hier nu de ruiter 3 ligt, en dan niet zo'n op 52, maar echt de ruiter 3. Ja. Dan wordt het toch wel een... Dan ga ik gillend op de banken staan. Nou, ik zou zeggen, begin alvast met de staan. Draai die kaart even op ruiter 3. Ja. Hoppata. Ah, ja. Oh, dat is wel weer goed. Dat is 52 Stunner. Van Juan... Capilla. Ja. Capilla. Dat is wel goed. Eventjes dop oefenen. er zit wel één nadeel in. En het grappige is, ik merk dat nu meteen aan jou. Ja. Plop, bril af en je moet kijken. Die kaart waar je op kijkt, zeg maar, die 52-1, die trouwens daarna weer gewoon kan laten zien. Hè. Maar die is natuurlijk best wel heel erg klein. Ja, nu de ruiter 3, maar hoe heet het? Het is best klein. Ja. Dus je moet wel even een toeschouwer hebben. Die het goed kan zien. Zeker in het begin, als je die kaart die je eerst gekozen hebt op moet zoeken, zeg maar. Dan zit je echt even te kijken. Ja. Want hij is wel zwaar uitgeschoven, maar ja, dat is niet. Het is klein. Nee, het is heel klein. Het is echt klein. Ja, dan komt een 52 kaarten erop hebben moeten printen. Dus, nee, ik vind het een heel leuk effect. Ik vind het een heel makkelijk effect om te doen. Misschien op camera is het wat minder mooi. Er zit iets in wat je misschien op camera nu gaat zien. Maar dat zal maar een... dat zal maar de bloeding worden. Maar het is wel heel leuk. Ik heb wel eigenlijk... Nou ja, ik heb deze truc een keer wat gedaan in de winkel. Ik heb 2 keer gehad dat mensen het niet goed gezien hebben. Dus omdat het te klein is. Ja. Nou, en daar leer je meteen van. Maar de andere 8 keer zitten de mensen wel echt van... Ja. Want zij nemen zelf een kaart in hun hoofd. En dan, nee, ik zeg het verkeerd. Eentje had het wel goed gezien, maar die had het ook gezien. Zo moet ik het zeggen. En dan denk jij nu, waar gaat het over? Ga ik je straks naar de uitzending over vertellen. Goed zo. 52, Stunner. Nou, leuk trucje. Ja. Nou, jij hebt er ook nog eentje. Ja. Want jij hebt wekenlang geoefend op deze truc. De Baffling Phones. Ja, dit is echt heel moeilijk, deze truc. Nou, het lastige is dat het voor de toeschouwer denk ik niet een heel interessante truc is. Het zijn 3 telefoons, maar het zijn dummies. Ze op zich gelijk is allemaal wel heel echt, maar je hebt ze uit de Apple Store meegenomen. Goed, die 3 liggen op elkaar en til jij die 3 even op. Voorzichtig op. Ja. Ja, voel je het gewicht? Oh, zo. Het zijn natuurlijk 3 telefoons. Ja. Ja. Oké, leg maar neer. Dan ga ik je eventjes hypnotiseren. Zo. Til nou eens 2 microfoons op. Telefoons op. Ja, dit is wel heel, heel bijzonder. Jij voelt het nu ook. Ja, jij weet het natuurlijk. Ja, maar... ik weet het, maar dit kan je niet. Dit is een mindfuck. Dit kan je niet zien op camera, maar die 2 telefoons, die zijn zwaarder. Ja. Dan die 3 telefoons die ik net had. Ja. Maar til nou is het alleen de bovenste op. Het is een echt... We kunnen het niet laten zien. Dit is echt een hele slechte truc eigenlijk voor... Nou, dit moet je serieus... En dat is lichter. Hè? Maar echt, hè? Die ene telefoon is zwaarder dan deze 3. Dit is iets wat je moet... Ja.
ervaren. Stap nu in de auto. Ja. Rij naar de middenshop. En vraag of ik de truc met de, ja, met de Baffling Foes wil doen. Ja. Want dit is echt heel bijzonder. Ja. Ik wist het natuurlijk. We verkopen al de Baffling Blocks al een tijdje. Ja, want dit heb, ik heb het natuurlijk niet de uitleg gezien. Want het hoeft eigenlijk nee, niet. Nee, ik zit er aan. Het was ook bij een combinatie dat je ook de telefoon... Oh ja, echte telefoon. Ja, je kunt dit... je kunt eigenlijk... Kun jij deze... Ik weet natuurlijk hoe het werkt. Maar ik speel niet verbaasd. Ik ben oprecht gewoon verbaasd dat je ja, nu ook weer... Ja, het is heel bizar. Dat je mind, zeg maar, die speelt echt een spelletje met je. Ja. Ik vind gewoon vooral die ene, deze is gewoon serieus zwaarder dan die andere drie. Het is echt ongelooflijk. Het kan niet. Dit zou zo uit bij Victor Mits op zijn tv uit zijn serie kunnen komen. Ja. Nee, in de uitleg hebben ze ook iets dat jij het met je eigen mobiel kan doen. Dus dan kun jij gewoon drie telefoons pakken. Ja. Of met jouw eigen mobiel, met de mobiel van je toeschouwers. En dan maakt het effect denk ik nog sterker. Kijk, nu zouden ze misschien ook... Kijk, je moet dit er even afhalen. Want ja, dit is een beschermfolie. Ja. Maar goed, misschien dat iemand deze nog wil kopen. Dus dan haal ik dat er nog even niet af. Oh, wacht even. Ja? Je verwacht het niet. Maar hoe heet het, wat zou ik zeggen? Ik zal taak voor de keer. Nee, je kan het dus gewoon met je normale telefoon doen. Dus dan vraag jij, leen jij het telefoon, je leent nog een telefoon, je pak jij je telefoon en dan kun je dit ook doen. Ja. En dan maak je het effect nog sterker, denk ik. Maar het idee is dat het dus niet met de blokken zijn, met ijzeren blokken of met houten blokken, maar met een organisch ding. Ik vind het heel goed bedacht. Ik vind het echt heel goed bedacht. Dus nu ziet het er heel lelijk uit, maar als je het volgens de aftrek, is het gewoon haarscherp. Ja, volgens mij heb jij jouw eigen telefoon, die lijkt er best wel op. Ik weet niet wat voor model dit zou zijn. Dit zou een Apple zijn, denk ik. Nee, ik heb een vierkante telefoon. Dus, Nee, maar ik heb er een beschermhoesje op en hij is zilver. Maar ja, deze is maar hij heeft zwart. Een beetje een maar beetje de qua camera's idee. En zo. Het is gewoon goed gemaakt. Ziet er heel goed uit. Ja. En heel bizar. Echt heel bizar. Dit moet je serieus, als je een keer in de winkel bent, vraag eventjes naar Baffling Foes. Zorg ervoor dat ik er ben. Dan laat ik jou dit echt ervaren. Want het is geen truc die je ziet, het is een ervaring die je beleeft. Nou, mooi opbergzakje. Ja. Nou, top. Nog eentje. Wat kost het? Dat staat hier onder in bed, denk ik. En nog eentje, wat hebben we ook weer nog? De Jeep. Oh ja, middel Seat. Dus een auto. Goed. Nou, jij bent natuurlijk naar Blackpool geweest. Ja. En meestal ga je met vliegtuig. Ja. Dus ik heb hier een aantal kaartjes. En dat zijn eigenlijk allemaal vliegtuig... Instapkaart. Instapkaart, inderdaad, voor het vliegtuig. Allemaal, behalve hier op het eind, heb ik namelijk een voorspelling. En dit zijn eigenlijk vier kaartjes met een voorspelling. Daar kom ik straks op terug. Dat laat ik je nu nog niet zien. Dat is voor drekkies. En ook nu, wij hebben niets afgesproken. Nee. Heel belangrijk dat wij... ik ga kijken of ik kan voorspellen, niet waar je naartoe gaat, maar hoe je gaat. Oké. Hoe denk jij dat ik denk dat je gaat? Vliegend. Fantastisch, jij kan zelfs mijn gedachten lezen. Ja, het zijn allemaal verschillende. Het zijn allemaal verschillende. Dus we hebben verschillende destinaties. Ik heb het nu op zijn kop, want dan kunnen ze het op de camera zien. Maar deze is bijvoorbeeld van Atlanta naar Honduras. Ja. Deze gaat naar van Orde naar Nas. Wat het ook mag wezen. Wat het ook mag zijn. Deze gaat van Orde naar BXD. Ja. En de 21 september, dus dat is een tijd geleden dat je geweest bent. Oh ja, voer niks naar. Datum is verschillend. De datum is verschillend, de stoelnummer is verschillend. Alleen de enige is dat het altijd via de Penguin Pacific gaat. Oh. Dus het is wel één vliegmaatschappij. Okay. Hey, als ik zo door die kaartjes heen ga, en je mag er willekeurig eentje aanwijzen of noemen, of noem een getal, maakt me niet zoveel. Ik heb er eentje die al gepasseerd. Ja? Die. Deze? Ja. Nou, dit is op zich wel heel mooi. Deze gaat namelijk van IAH naar Hunde. Nee, oké. Okay. Weet je waar IHA naartoe gaat? Nee. Heb je enig idee? Nee. Nee, dat maakt ook niet zo gek veel uit. Ik zei al, het gaat eigenlijk niet zozeer om hoe je reist, maar het gaat erom hoe je reist. Ja, nee, duidelijk. Ja, dat is zeker duidelijk. Ik zei, we gaan met het vliegtuig. Ja. En jij gaat
om 6:55 in de ochtend op 15 mei ben je gegaan, vlak voor je verjaardag. En dat is 's ochtends vroeg. 's Ochtends vroeg. Kijk, ik wil toch een andere kaart. Ja, maar het gaat me eventjes om het stoelnummer. In dit geval ben je gegaan met stoelnummer 20E. Nou, even voor de duidelijkheid. Elk kaartje heeft echt, en nu kan je het goed zien, dat hoop ik op de camera ook, maar elk kaartje heeft een ander stoelnummer. Ja. Zie je dat? Ja. En het zijn niet, het is geen Svengali-dek of ruw glad of plak of weet ik veel wat. Maar ik heb hier namelijk, en daarom laat ik het zien, ik heb hier namelijk een aantal kaartjes van het vliegtuig. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Dit is het staartstuk. Dit is het voorkantje. En hier heb ik namelijk het stoelenplan. En ik hoop dat het voor jou een beetje te zien is. Ja. Maar ik heb namelijk één kaartje heb ik geel gemaakt. En dat is namelijk stoel nummer 20E. E. En dat is exact de stoelnummer waar jij op gereisd bent. Geinig. Ja, toch? Nee. Middels ziet. Goed. Alfo Stokman. Goed, Hukkie. Het is weer eens wat anders. Ja. Het is een... Het is een kaarttruc. Ja. Maar dan... Zonder de kaarten. Zonder kaarten. Maar wel met kaarten. Ja. Nee, leuk. Leuk. Ja, dan moet ik nog veel meer zeggen. Ja, niks meer aan doen. Niks meer aan doen, hè? Nee. Gewoon inpakken, weglezen. Afkappen en klaar ermee. Ja. Dus, dat was Middelsiet. Middelsiet. Ja. Dan zijn we er weer doorheen. Lekker vlot dit keer. Ja, ik denk dat het even goed wel weer de batterij staat weer te knippen. Dus we hebben toch alweer een halve accu leeg gepraat. Kan ook zijn omdat we die natuurlijk vier keer hebben opnieuw moeten doen. Hè? Ja. Nou, ik zou zeggen bedankt voor het kijken weer. En heel graag tot een... Nee, we hebben niks te melden voor de rest. Hè? Geen leuke dingen. Nee, het is agenda staat leeg. Ja. Nou, is een beetje vullen dan. Misschien wel heel klein, heel kort. Want daar ligt hij toch. Loops Legends zijn uit. En Loops, die kennen we denk ik allemaal. De meeste goochelaars kennen dat wel. Dit is wel echt een heel interessant pakketje om naar te kijken. Dat zijn nieuwe trucjes. Is dat, ja, nee, gaat dat. Oh ja, er zijn een aantal effecten op. Een aantal nieuwe effecten met Loops. En ik denk dat het echt de moeite waard is. Om twee redenen. Ten eerste, wat erop staat, wat ik gezien heb, vind ik echt heel erg gaaf. Er zitten echt een paar hele toffe trucs bij. En zij hebben, en dat hebben wij eigenlijk niet geweten, maar ze hebben een introductieprijs gehanteerd. Dus wij hebben deze ingekocht, hebben op onze website staan. En nu, ik heb er nog een aantal, maar op het moment dat die op zijn en ik moet ze weer opnieuw inkopen, gaat die prijs omhoog. En dat zal een euro of vijf omhoog gaan. Dus, ja, ik had het bekeken. Ja, het is echt serieus goed. Echt goed, ja. Ik vind, er zitten een paar dingen bij dat ik denk, hey, ik wist dat je met Loops veel dingen kon doen, maar die kende ik ook nog niet. Dus, nou goed, ondertussen heb jij je agenda geraakt. Ja, heel, heel snel even. Er is 15 maart is er een lezing bij in Hoofddorp, bij de MBG, ja, Hoogclub. Ja. Door Herman Koster. Ja. Dus ik zou zeggen, iedereen is welkom. Hoe kunnen de mensen... Dat weet ik nog niet. Nee, oké. Okay, want ik wist dat die op Facebook te staan. Oké. Okay. En zodra we het weten, kunnen ze jou natuurlijk ook even benaderen. Ja, ervoor, volgens mij is het ook niet zo heel duur qua inkom, zoals dat heet. Nee, dat zal... Ik dacht een tientje, maar 10, 12 euro, zoiets zal het zijn. Maar het is, hij is ook bij de Gonga geweest. In, ja, en was het ook een succes. Dus. In Brabant. Ja, die kant uit, ja. Ja, ergens bij hoeveel linksaf. Nee, de Gonga. En ja, daar was het echt een succes, ja. Ja, dus misschien komt het ook nog op je website te staan, maar dat horen we. Ja, ja. Dus 10, nee, hoeveel maart? 15 maart. 15 maart. Ja. Woensdag 15 maart. Oh, dat kan ik niet. Nee, natuurlijk, dat kan ik. Ik ben erbij. Leuk. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei. 15 maart. Ja.